In het voetbal speelde tweede klasser Antwerp gisteravond opnieuw gelijk. Het raakte thuis niet voorbij de leider in de competitie Eupen. Ondanks een goede tweede helft werd er niet gescoord op de Bosuil. Dat al voor de derde keer op rij. Meer dan 10.000 supporters mocht ontvangen. 0-0 dus, maar de Great Old blijft wel voeling houden met de top. Antwerp verstevigde zich op het laatste moment nog met 3. Manchester United mocht meteen aan de wedstrijd beginnen. Everyone made me feel welcome since I arrived, so I'm very happy about that. And the supporters were fantastic. And so lots of positive things for me. Nochtans zien we in de eerste helft weinig positiefs. Eupen zet hoog druk, maar moet het uiteindelijk ook doen met enkele halve kansjes. Op het einde van de eerste helft kan Fouché toch eens uithalen. Deumeland. Antwerp begint aanvallend aan de tweede helft. Het is uitgerekend de kleine Guvenc die de bal tegen de paal kopt. Na een scherpe tegenaanval is het Tolemesse die de bal niet in doel krijgt. 3 minuten later opnieuw Antwerp. De deklat brengt redding voor de bezoekers. Dat we met iets meer geluk de 3 punten thuis kunnen houden. Net niet aan onze kant. Uiteindelijk rapen we toch nog 1 punt. Dat is niet slecht tegen Eupen. Daarna krijgen we aan beide kanten nog enkele pogingen, maar uitgespeelde kansen blijven uit. Tot het stadion opveert, 5 minuten voor tijd. Kennis wordt geraakt in de 16. Ik heb ze wel eens zien. De scheidsrechter zei gelijk nee. Dus ja, dan is het nee. Het is niet het bestolen gevoel dat vorige week overheerste? Nee. Maar kijk, ik moet eerlijk zeggen, wij krijgen niet veel mee hier. Uiteindelijk blijft het een scoreloos gelijkspel, waar misschien wat meer in zat voor Antwerpen.